Welkom iedereen. Wat leuk dat jullie er vanavond bij zijn. Niet alleen hier, maar ook verstopt in de camera, daar helemaal achterin kijken tientallen mensen mee, heb ik net begrepen. Mijn naam is Tor Udien. Ik ben vanavond jullie gastheer, de moderator. Ik ga ervoor zorgen dat jullie als publiek niet te gauw radicaliseren of in extreme vervallen vanavond. Want vanavond gaan we het hebben over dit boek. Het nieuwe boek van Hans Schoots, Grootse Gedachten, met als ondertitel Extremen in Democratisch Nederland 1918-2019. En zoals de ondertitel al aankondigt, is het een geschiedenis over de extremen binnen onze democratie, maar daarmee ook een verhaal over onze democratie en hoe die zich 100 jaar lang met een interruptie heeft weten stand te houden in roerige tijden. Want de Nederlandse democratie, leert dit boek ons, heeft best wel wat kunnen doorstaan en heeft het best goed volgehouden. Het is een actueel boek. Woorden zoals radicalisering, woorden zoals extremisme, woorden zoals fascisme horen bij ons vocabulaire inmiddels. En met die woorden proberen we onze wereld te begrijpen. We proberen problemen te herkennen en oplossingen te duiden. En we gebruiken deze woorden heel erg veel. Aan weerszijden van het spectrum gebruiken we het woord heel erg graag. En het centrum beticht de flanken van extremisme en de flanken betichten het centrum van extremisme. Het woord wordt ontzettend veel gebruikt en is daarmee aan een zekere inflatie onderhevig. Dus wat betekent dat woord dan? Hoe kunnen we met dit woord omgaan op een betekenisvolle, productieve wijze? En kunnen historici, zoals de twee die vanavond zullen spreken, ons helpen op een zinnige manier met deze woorden om te gaan, zodat we elkaar kunnen blijven verstaan? En wanneer ze ons dan helpen om deze woorden te definiëren, welke lessen kunnen ze ons helpen trekken uit die 100 jaar die onze democratie in zekere zin, in nauwe zin, oud is of jong is? Goed, dat gaan we vanavond doen en dat gaan we op de volgende manier doen. Zometeen zal Hans, en we hebben besloten elkaar te tutoyeren, zal Hans hier het podium beklimmen en zijn boek presenteren. Nou goed, ik zal daar niet te veel over verklappen, maar ik weet het een en ander over wat te komen gaat, staat. Daarna zal Robin te Sla een commentaar leveren op het boek, een aantal vragen opwerpen. En met die vragen in onze broekzak zullen we een gesprek beginnen hier, dat we vervolgens zo rond een uur of negen zullen openen voor u allemaal, het publiek. En ik zag al een heleboel exemplaren van dit publiek toen ik net langsliep, dus ik heb het vermoeden dat er wel vragen zullen zijn. Goed, dan resteert mij nu om Hans Schoots heel kort te introduceren. Ik hoop dat je me dat vergeeft, Hans, want we hebben een vol programma en er zal een heleboel te bespreken zijn. Maar een paar zinnen aan Hans Schoots, die al eventjes meeloopt. Namelijk, in 1985 begon hij te werken bij de Groene Amsterdammer en dat deed hij tot 1990. Hij heeft later nog een decennium als recensent gewerkt voor Vrij Nederland. En vanaf 1995 begonnen zijn boeken te verschijnen. En dat verschijnen hield niet op. Ik heb vandaag de boeken geteld en als ik me niet vergis, Hans, is dit nummer 13. De boeken bestrijken allerlei onderwerpen, maar in ieder geval één, zij het heel algemeen terugkerend thema, is de cultuurgeschiedenis en de politieke geschiedenis van Europa en Nederland in de lange 20e eeuw. Goed, een hartelijk applaus voor Hans. In mijn praatje komt het woord extremisme bijna niet voor. Dus ik zal voorafgaand eventjes toch aangeven wat ik met het woord extremisme bedoel. In mijn boek heb ik daar een vrij nauwe definitie aangegeven. Dat is namelijk diegenen die de democratie omver willen werpen met geweld over het algemeen, maar op andere agressieve wijze, die reken ik tot het extremisme. En dat kan dus een variatie aan verschillende soorten inhouden. Dus je hebt uiteraard het rechtse extremisme, je hebt het linkse extremisme, je hebt het jihadisme, die eigenlijk allemaal in meer of mindere mate uiteindelijk bij grof geweld eindigen. Niet altijd, zeg ik erbij, voor de duidelijkheid. Maar
Niettemin, dat eventjes over de term extremisme. Ik wil eigenlijk om te beginnen eventjes een ander onderwerpje aansnijden. Dat is namelijk, ik wil graag mijn dank uitspreken voor een aantal mensen die mijn boek mede hebben mogelijk gemaakt. Allereerst mijn uitgever Mark Berends, die ik zeer dank voor de inspiratie en voor het in mij gestelde vertrouwen. Ook Eva Weijenberg, die de hele productie van mijn boek geweldig heeft geleid en begeleid. En aan de vormgevers Meike Wondergem en Peter Tigon. Uitgever Steven Bouillet heeft alles gedaan wat in het mogelijke ligt om mijn boek op de markt te brengen. Waardoor ik hem bijzonder erkentelijk ben. En niet in de laatste plaats ook mijn grote dank aan Jetske Brouwer, programmeur van Spui 25. Deze bijeenkomst gaat over het boek 100 jaar extremen in democratisch Nederland. We kunnen mijns inziens wat uit die geschiedenis leren voor de actualiteit van vandaag. Ik hoop dit te laten zien naar aanleiding van enkele onderwerpen uit de lange afgelopen eeuw. Het eerste onderwerp is de invoering van het algemeen kiesrecht. Dit gebeurde in 1917-1919 in fel debat tussen grote voorstanders en felle tegenstanders. In feite ging het in die discussie om de vraag hoe kiezers eigenlijk gezien en bejegend moeten worden. Een beroemd tegenstander van het algemeen kiesrecht was de Leidse hoogleraar Gerard Bolland, een fervente antidemocraat. Volgens hem ondermijnden kiezers, zeg maar rustig het plebs, de gemeenschap met hun bekrompen eigen belangetjes. Ze waren niet oordeelsbevoegd en dienden belangrijke zaken over te laten aan de boven hen gestelde. De sociaal-democratische leider Pieter Jellis Troelstra was juist een warm pleitbezorger van het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Toch had ook hij een klein beetje met Bolland gemeen. Troelstra was zelf een romantische socialist, voor wie socialisme heel wat meer betekende dan materieel belang. Toch verwachtte hij van het algemeen kiesrecht vooral dat de arbeidersklasse naar haar belangen zou stemmen. Dat wil zeggen, zich primair door sociaal-economische kwesties zou laten leiden. Zo zou zijn sociaal-democratische arbeiderspartij de grootste worden, zo dacht Troelstra. Maar Bolland en ook Troelstra vergisten zich enorm. Een groot deel van de arbeiders kozen toch al verheven. Ze stemden naar hun eigen geloof en kozen voor de katholieke en protestants-christelijke partijen. Dat is nog bijna een halve eeuw zo doorgegaan. Wat ik hiermee wil beweren voor het heden, ook de weinig geschoolde kiezer liet zich toen en ook nu, sterk leiden door eigen overtuigingen. En dat is nog steeds zo, naar mijn overtuiging. De hedendaagse denker Hans Magnus Enzensberger heeft eens gezegd: een doorsnee persoon van nu weet meer dan een verlichtingsfilosoof uit de 18e eeuw. Dat is misschien niet helemaal waar, maar in veel opzichten wel. Kort geleden stond op een opiniepagina zo ongeveer: wij nemen de radicaal-rechtse kiezers juist heel serieus door ze te bestrijden. Te vaak is dit een andere manier om te zeggen: we hoeven ons niet in de achtergronden, de ervaringen, de waarnemingen en overtuigingen van die kiezers te verdiepen. Laat staan dat we in gesprek met ze hoeven te gaan. Een ander advies tegenover de verrechtsing van nu is de sociaal-economische kwesties in het middelpunt van het maatschappelijke debat plaatsen. Dat er op sociaal-economisch terrein belangrijke problemen zijn, is uiteraard een feit. Maar als middel om zo andere heikele thema's te vermijden, werkt het mijns inziens averechts. Die andere thema's leven onder een aanzienlijk deel van de bevolking. En wanneer erover wordt gezwegen, is dat naar mijn overtuiging ten voordele van uiterst rechts. Een voorbeeld van die sociaal-economische benadering heet het Waalse model, dat onlangs in de Groene Amsterdammer en de NRC ter sprake kwam. Het Waalse model verwijst naar Wallonië, Franstalig België. Hier is de Partij Socialist de grootste partij die haar succes zou danken aan een sociaal-economische koers. Ik denk dat de situatie in Waals België heel anders zit. Het gaat daar juist om cultuurstrijd. De Socialistische Partij vertegenwoordigt de regionale identiteit van Wallonië, mede in tegenstelling tot de identiteit van Vlaanderen.
Deze Waalse eigenheid bestaat uit heimwee naar de oude glorietijd van grootindustrie en een hechte arbeidersklasse, waarin Wallonië in België domineerde. Van die tijd is weinig over, maar hij bepaalt nog steeds die identiteit. Deze cultuurstrijd stelt met andere woorden een andere cultuurstrijd in de schaduw. Het tweede onderwerp in mijn verhaal is kort. Het gaat over de jaren 30 en ik beweer zeker niet dat de toenmalige situatie net zo is als die van nu. Eén element eruit wil ik hier niettemin aanstippen. In de jaren van de opkomst van Adolf Hitler in Duitsland was de communistische partij daar heel groot. En de belangrijkste factor links van de sociaaldemocratie. Nog tot een tijd na de machtsovername van Hitler in 1933 weigerde de Duitse communistische partij met anderen samen te werken tegen het fascisme. Sterker, ze behandelden de sociaaldemocraten als de grote vijand en noemden ze sociaalfascisten. Deze lijn is in Duitsland desastreus geweest. Hij heeft grote verdeeldheid gezaaid ten voordele van Hitler. In Nederland werd dezelfde koers gevolgd, al was de schade hier beperkt omdat de communistische partij veel kleiner was, net als trouwens de fascistische NSB. Van daaruit terug naar de situatie in Nederland vandaag. Er zijn zo gezien twee mogelijkheden. De politieke situatie in ons land is niet zo heel erg, of hij is wel heel erg. In het laatste geval is samenwerken met mensen die misschien heel anders denken noodzakelijk. Ik kom daar straks nog op terug. Met mijn derde onderwerp spring ik een heel eind in de tijd vooruit. Het gaat over de vraag hoe er in de jaren 80 is omgegaan met een ander uiterste, bijvoorbeeld in de kraakbeweging. De kraakbeweging als geheel bestond landelijk gezien uit tienduizenden mensen. Velen waren eenvoudig burgerlijk ongehoorzaam voor een dak boven hun hoofd. Maar er waren ook mensen die ik tot de ideologisch gedreven vechtjassen zou willen rekenen, voor wie woningnood bijzaak was. Even voor de jongeren onder ons, er was toen een enorme woningnood. En er stonden heel erg veel panden in Amsterdam, minimaal honderden leeg. Zodat als het ware de realiteit tot kraken uitnodigde, zou je bijna kunnen zeggen. Enfin, ik ga verder met de ideologisch gedreven vechtjassen die ik noemde. Vanuit de beroemde kreet jullie rechtsstaat is de onze niet. De confrontatie op de voorgrond stelde. Een groot deel van de beweging zwalkte heen en weer tussen de twee kanten. Ik noem die de tussengroep. En dat woord gebruik ik expres nu zo, omdat die categorie nog terugkomt straks. Hoe is er met deze beweging en al zijn variatie omgegaan? Vrijwel iedereen is het er wel over eens dat er in het overheidsbeleid nogal eens dingen zijn misgegaan. Waarbij wel gezegd mag worden dat veel situaties zonder precedent waren, zodat er tastend naar antwoorden werd gezocht. Uit de gebeurtenissen van toen trek ik de conclusie dat er bij een brede beweging met een extreme rand eigenlijk steeds drie sporen tegelijk te volgen zijn. Ten eerste openstaan voor de klachten en noden van burgers en het eigen beleid zelfkritisch bekijken. Ten tweede de lijnen openhouden naar de velen die tot zo'n beweging behoren. Met name ook naar de vaak grote tussengroep. Ten derde het extremisme bestrijden dat meestal slechts door een minderheid wordt vertegenwoordigd. Een voorbeeld. In mijn boek beschrijf ik tamelijk positief over de fel bekritiseerde burgemeester van Amsterdam, Wim Polak. Toen Polak eind 1979 van de rechter opdracht kreeg om het uit 6 grote panden bestaande kraakcomplex de Grote Keizer te ontruimen, probeerde hij tot een compromis met de krakers te komen. Dat mislukte, maar hij ontruimde niet. Hij liet in die tijd weten dat de wetgeving achterliep op de maatschappelijke realiteit, wat voor een burgemeester een vergaande opmerking is. Begin 1980 kondigde de gemeente Amsterdam aan de Grote Keizer op te kopen, van de toenmalige eigenaar uiteraard. In de loop van het jaar werd aangekondigd dat de gemeente het complex voor jongerenhuisvesting zou verbouwen.
De aankoop zelf duurde bijna een jaar, maar de verbouwing werd daarna meteen ter hand genomen en er kwamen legaal krakers in te wonen. Aardig wat, want het ging om 6 grote panden. Maar Polak kreeg er weinig waardering voor. De brede beweging geloofde hem vanaf het begin eigenlijk niet. Hierin aangemoedigd door de extreme richting die, naar mijn mening, helemaal geen oplossing wilde, maar confrontatie nastreefde. Ik distilleer uit Polak's aanpak de eerder genoemde 3 sporen. Zelfkritisch zijn over het eigen beleid, de brede beweging naar je toe halen, extremisten bestrijden. Over langere termijn heeft dit ook gewerkt, maar dan hebben we het over jaren. Heel veel kraakpanden in de hele stad werden gelegaliseerd en gerenoveerd. Er kwam nieuwe jongerenhuisvesting en uiteindelijk heeft de kraakbeweging zelf in de tweede helft van de jaren 80, op dramatische wijze afgerekend met de extreme groep. Een verhaal apart waarover ik gezien de tijd nu niet kan uitweiden, maar dat kan straks altijd nog eventueel. Wat ik nu uit mijn boek concludeer over de actualiteit. Er is momenteel veel huiver en verontwaardiging over een mogelijk kabinet met de PVV. Geen wonder, moeten we het land toevertrouwen aan een partij die vanaf haar begin voor sluiting van alle moskeeën was, voor het verbieden van de Koran, die kortom tegen vrijheid van godsdienst was, verder voor uittreding uit de EU en afschaffing van de euro en die Poetin bewonderde. Die bovendien journalisten tuig van de regel vond en de minister van Financiën systematisch voor heks uitschold. Hiermee haat aanwakkerend bij de achterban. Maar wanneer de PVV niet in de regering hoort, wat kan er dan reëel tegenover worden gesteld? Ik bedoel in de vorm van praktische voorstellen. Daarvoor eerst enkele pregnante cijfers waar denk ik te weinig over wordt nagedacht. En het eerste is mij eigenlijk ook pas tijdens het onderzoek van mijn boek duidelijk geworden. Nog nooit sinds 1918 is er een linkse meerderheid in Nederland geweest. Dus echt nog nooit. De enige keer in al die jaren dat links, D66 meegerekend, precies de helft van de Kamerzetels haalde, was in 1998 onder minister-president Wim Kok van de Partij van de Arbeid. Dat was voorafgaand aan het kabinet Kok II. De sociaaldemocratie heeft in de loop der tijd best veel weten te veranderen in Nederland, maar altijd als minderheid. Met rechtse partners en, vaak met een rechtse meerderheid in het kabinet. Een tweede cijfer. Rechts als geheel heeft nu 95 zetels in de Tweede Kamer en dan tel ik het CDA niet mee. Dat is bijna een 2/3 meerderheid. Dit laatste is een belangrijk feit, want je kunt wel een partij buiten de regering houden en ik zou het mooi vinden als het zou gebeuren. Maar haar kiezers tellen nog steeds wel mee. Hier duikt ook de eerder genoemde tussengroep weer op, die ter rechterzijde groot is naar mijn mening en waarmee de dialoog aangegaan moet worden in plaats van die naar de extreme richting te sturen. Wat betekent dit alles in de politieke arena? Nu ga ik eigenlijk nog even meedoen aan een favoriet gezelschapsspel van vandaag. In de huidige verhoudingen lijkt er mij maar één reëel alternatief te bestaan voor een regering met de PVV. Namelijk een heel duidelijk naar rechts leunend kabinet waaraan GroenLinks Partij van de Arbeid deelneemt. Met nadrukkelijk een premier die tot de verbeelding spreekt en waarin alle betrokken partijen zich kunnen erkennen. Ik noem geen namen, want als je een naam noemt dan is de geschiedenis, dan wordt hij het niet. Ik reken mijzelf tot het brede midden. Ik heb eigenlijk in mijn boek een soort virtueel midden gekozen. Dus helemaal los van de partij, maar wel misien wel een bijna een soort rekenkundig-achtig midden. Dat neem ik nu eigenlijk dan ook in. Vanuit die positie heb ik vraagtekens bij de populaire theorie dat het midden extremistische opvattingen normaliseert. Mijn vraag is waar dan? De opvattingen over migratie in de VVD zijn daar zelf ontwikkeld. Ze zijn al 30 jaar hetzelfde en gaat door de tijd heen alleen wat heen en weer. Je kunt eigenlijk alleen maar, als je bij wijze van spreken van een paar jaar geleden af begint te rekenen, kun je misschien zeggen dat er een verschuiving is, maar over langere termijn eigenlijk helemaal niet.
De opvattingen van het CDA lijken me na het afscheid van partijleider Sybrand Buma in 2019 eerder gematigder geworden. En wanneer we Pieter Omtzigt in de CDA-traditie plaatsen, vertegenwoordigt hij over migratie de meer rechtervleugel van het CDA. Maar die bestaat ook al sinds jaar en dag. Dan de Partij van de Arbeid. Zoals ik in mijn boek laat zien, is die rond het jaar 2000 over migratie eerder naar links opgeschoven dan naar rechts. Daarin lijkt me sindsdien weinig veranderd. Een idee dat met dit alles verbonden is, is dat extreme opvattingen van bovenaf neerdalen op het kiezersvolk. De titel ontschiet me nu even, maar er is pas geleden een Engelstalig boek verschenen over precies dit onderwerp. Namelijk dat het aan de top ligt dat deze opvattingen bestaan. In werkelijkheid speelde met name het migratiethema al in de jaren 70 een grote rol in de volkswijken, terwijl uiterst rechtse organisaties nauwelijks bestonden. De fameuze migratierellen in de Rotterdamse Afrikaanderwijk van 1972, de grootste die Nederland op dit gebied heeft meegemaakt, zijn nu ruim een halve eeuw geleden. Ze gingen over omvangrijke arbeidsmigratie. Dat is misschien belangrijk om even op te wijzen, dat ging niet over vluchtelingen. En het ging om arbeidsmigratie naar de eigen buurt. Het ging over echt hele concrete kwesties in het leven van buurtbewoners. De jaren 70, 80 en 90 zijn deze grote veranderingen in de volkswijken van grote steden een hoofdthema geweest, zonder dat daar politici voor nodig waren. Hans Janmaat liep er na 1980 met zijn centrumpartij voornamelijk achteraan. Misschien een onderwerp voor de discussie straks. Maar nu eerst recapitulerend. Heel rechts op een hoop gooien betekent een grote tussengroep naar Wilders jagen in plaats van naar het midden halen. De keus lijkt me niet moeilijk. Dank u voor uw aandacht. Dank je wel, Hans. Ik zal niet veel tijd innemen en kort Robin te Sla, die hiervoor aan zit, voorstellen. Robin te Sla is een historicus met een lange staat van dienst. In 2004 begon hij met Edwin Klein aan een project dat nog altijd voortduurt. En ik hou hier het tweede deel van het driedelige project voor me. De geschiedenis van de NSB. Zoals gezegd, zo'n 20 jaar nu aan de gang. En het derde deel staat op het punt te verschijnen. Het komt eraan. Maar tussen de bedrijven door heeft Robin ook een breder blik gehanteerd en ontzettend veel geschreven. Ik houd hier maar één voorbeeld in mijn handen. Want Robin is ook een van de, zo niet de, experts op het gebied van fascisme in Nederland. Dit is het boek Oorsprong en Ideologie. Fascisme, Oorsprong en Ideologie. En voorsorterend op het gesprek van zometeen, denk ik hier een net iets andere benadering of een andere manier van kijken jegens het fascisme te zien dan in het boek van Hans. Maar misschien komen we daar zo meteen over te spreken. Goed, veel meer dan dit ga ik niet zeggen. Een hartelijk applaus voor Robin, alstublieft. Hartelijk dank voor de introductie, Tor. En voor de uitnodiging van Hans, de uitgever en Spui 25, om hier vanavond te mogen reflecteren op het boek van Hans. Ik heb 10 minuten tijd beschikbaar en ik wil een aantal punten aanroeren die ik vermeldenswaardig vind of waarover misschien straks in gesprek met de auteur kan gaan of waarover met de zaal eventueel van gedachten kan worden gewisseld. Nou, allereerst wil ik beginnen met een behoorlijke open deur. Het boek van Hans werd net ook al opgemerkt, voorziet in een grote maatschappelijke behoefte. En het had niet op een geschikte tijdstip kunnen verschijnen. Het helaas zou ik bijna willen zeggen, want ik refereer natuurlijk aan de huidige politieke situatie, waarin een extremistische partij de grootste partij is geworden in ons land. In zijn boek beschrijft Hans op toegankelijke en heldere wijze de extremistische stromingen, bewegingen, organisaties en soms ook personen die zich hebben gemanifesteerd in de periode tussen 1918 en 2019. Het werd net ook al opgemerkt door Hans. In die beschreven periode heeft het extremisme nog nooit, of een bepaalde extremistische partij nog nooit zoveel aanhang gehad als nu het geval is.
Het boek heeft daar een grote actualiteitswaarde. Nou, over het boek zelf, zoals Hans schrijft, het is niet zozeer op eigen archiefonderzoek gebaseerd, maar vooral op bestaande literatuur. En dat is een pluspunt. En dat vraagt misschien op enige toelichting voor de niets ingewijdene over extremisme, de verschillende stromingen daarvan. Over de laatste 100 jaar is een enorme berg literatuur verschenen. Nou ja, ik heb daar zelf ook een bijdrage aan geleverd. Het vergt te veel tijd en inspanning en, om dat allemaal zelf door te nemen. Nou, die moeite heeft Hans ons uit handen genomen. Zijn boek geeft een synthese van de belangrijkste boeken, literatuur, artikelen die op dit gebied zijn verschenen. De belangrijkste inzichten erover, aangevuld met eigen inzichten en conclusies van de auteur, die zeker de moeite waard zijn. Hans schrijft in zijn boek dat het is bedoeld voor een algemeen geïnteresseerd publiek. Nou, daar doet hij zichzelf misschien enigszins tekort mee, want ook specialisten als ik behoren in zekere zin tot een algemeen geïnteresseerd publiek, omdat het eenvoudigweg onmogelijk is om van al die vormen van extremisme wat af te weten. Nou ja, Hans heeft een hele kort duidelijk overzicht werk geschreven daarover. Zijn boek biedt een schat aan informatie en ik heb het met veel genoegen en plezier gelezen. Een andere verdienste daarvan is misschien, en dat klinkt misschien een klein beetje eigenaardig, dat het juist niet uitputtend wil zijn. Hij geeft, zoals hij zelf opmerkt in zijn slotbeschouwing, een totaalbeeld. En dat is juist grotendeels bepalend voor de kwaliteit en de leesbaarheid van zijn boek. Want wie een overzicht zou willen schrijven, geven van alle partijtjes die er hebben bestaan, ja, dat wordt ongebreidelde opsomming die de duidelijkheid niet ten goede komt. En jij, Hans, die geeft niet zo'n opsomming van allerlei maradure, damachtige organisaties, maar beschrijft juist op hoofdlijnen en daarmee biedt hij een helder inzicht. Over zijn publicatie zelf nog. Hij onderscheidt hierin 5 categorieën extremisten. De gelovige utopist, het extreme type, de radicale belangenbehartiger, de volger en de opportunist. In zekere zin sluit hij hier aan bij de 5 categorieën die Niki Sterkenburg onderscheidt in haar proefschrift. Dat zijn de spanningzoeker, de politieke zoeker, de rechtvaardigheidszoeker, de sociale zoeker en de ideologische zoeker. Nou, er zijn tussen die twee, de categorieën die Hans en Niki Sterkenburg hanteert, bestaan verschillen. De categorie politieke zoeker ontbreekt bij Hans. En dat komt ook doordat Hans de mensen schrijft die al behoren tot een extremistische beweging of groepering. Hans daarentegen heeft een extra categorie toegevoegd, de opportunist. En dat is een behoorlijk waardelijke aanvulling, want uit de geschiedenis van extremistische bewegingen en organisaties blijkt dat overal waar deze succesvol zijn, macht en de bijbehorende voordelen bemachtigen, opportunisten zich altijd in grote getallen aanmelden. In dit opzicht is het een waardevolle aanvulling. Nou, al mijn lof op voor het boek voor Hans wil natuurlijk niet zeggen dat ik geen kritiekpunten zou willen hebben. Dat hoeft niet aan zijn verrichtingen te liggen. Zeuren is nu eenmaal ook een eigenschap van mij. Een wat ongeschikt kritiekpunt en meer een persoonlijke ergernis is de gehanteerde terminologie ver rechts en ver links. Die vaker trouwens opdoemt in publicaties. Dat is een letterlijke, maar in mijn ogen, ja, enigszins wat ongelukkige vertaling van het Engelse far right en far left. Ja, ik denk, waarom niet gewoon uiterst rechts en uiterst links? Waarbinnen extreem rechts, radicaal rechts of extreem links en radicaal links kunnen worden gepositioneerd. Ja, dat is een punt van ondergeschikt belang en breder dan het boek van Hans. Een ander punt wat ik zou willen aanroeren is misschien iets inhoudelijker van aard en heeft betrekking op de verhouding tussen het doel dat de auteur zich stelt en de inhoud. Naar eigen mening wil Hans met zijn boek niet alleen een historische reconstructie bieden, maar heeft hij ook een helder doel voor ogen. Hij schrijft op pagina 298
En ik citeer, als auteur heb ik verder een duidelijk doel. Op basis van deze geschiedenis een bijdrage leveren aan de verdediging van het Nederlandse democratische bestel. Ook wel geheten de burgerlijke democratie en in de bredere zin de westerse democratie. Mijn belangrijkste vragen waren, wat was het Nederlandse extremisme in deze ruim 100 jaar en wat zegt deze geschiedenis over hoe onze maatschappij er om mee kan gaan? Hierbij gaat mijn aandacht vooral uit naar de vraag hoe radicalisering en extremisme kunnen worden tegengegaan binnen de democratische arena als geheel, door politieke strijd en maatschappelijk debat in de volle openbaarheid. Nou, dat is een heel lovenswaardig doel en daar draagt zijn boek zeker toe bij. Het riep bij mij ook een andere vraag op. Waarom zijn die extremisten er in het verleden niet geslaagd om door te dringen naar het centrum van de macht? En welke factoren spelen daarbij een rol? Ja, het is een vraag die ik misschien ook straks in het gesprek met Hans en in de discussie met de zaal aan de orde zou willen stellen. Wat dit boek ook bijzonder maakt is dat, en dat geldt voor weinig deskundigen op het gebied van extremisme, dat Hans zelf ooit extremist was in een heel ver verleden. Ik onthul hier geen groot geheim hoor, dat beschrijft hij zelf in zijn boek. Dus ik breng hem niet in verlegenheid, tenminste niet hiermee. Zoals Hans aan het eind van zijn boek meldt, was hij van 1971 tot 1982 Maoïst. Nou, inmiddels beschouwt hij zichzelf alweer zo'n 40 jaar als burgerlijke democraat. In de goede zin van het woord. En dat is hij zeker, zover ik hem ken. Meer specifiek merkt Hans op dat hij 11 jaar lang deelnam aan een linksextremistische, maar beslist geen terroristische groepen. En wie Hans niet zou kennen, die zou misschien denken, is dit enigszins vergoeilijkend bedoeld? Dat is het niet. Zeker niet. Maar ik vind het wel een interessant punt om op in te gaan met betrekking tot verschillende soorten extremisme. Het is in ieder geval een punt waar ik zelf ook op stuit als onderzoeker bij ons onderzoek, moet ik zeggen, naar de NSB. Leden zijn mensen, worden lid van een extremistische beweging. Soms gaat het lidmaatschap of die steun eraan zo ver dat ze zich schuldig raken aan misdaden. Soms ook niet. In hoeverre kun je nou spreken van morele schuld? Om het te betrekken op ons onderzoek. Kwam het regelmatig voor dat mensen die lid waren van de NSB naar de oorlog zeiden. Ik was alleen lid. Maar ik heb verder niets gedaan. Dus ik kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld. Soms wel. Zelfs nog sterker, ik wist er niet van of ik wist er heel weinig van. En het is een vraag die natuurlijk in de meeste academische verhandelingen geen rol speelt. Maar waarvan ik wel, het me aardig leek om er straks over van gedachten te wisselen. Met Hans, maar misschien ook met de zaal. Lidmaatschap of steun louter aan een bepaalde extremistische beweging. Brengt dat nou een bepaalde morele schuld met zich mee? Of kun je pas van schuld spreken als iemand dat vertaalt in negatieve daden? Om het zomaar een beetje enigszins algemeen te formuleren. Nou, met dit punt van discussie ben ik bijna aangekomen aan het einde van mijn praatje. En het laatste wat ik wil zeggen is koop en vooral lees dit boek van Hans. Dat was het. Dankjewel, Robin. Ik ga Hans en Robin over een minuut hier op het podium uitnodigen. Of misschien wel ietsje sneller zelfs. Zometeen gaan we een gesprek voeren. En zoals we net al hebben gemerkt, gaat dit onderwerp allerlei kanten uit. We hebben allerlei historische reflecties en we hebben ook meer actuele punten en lessen die we kunnen destilleren uit deze historische reflecties. En het lijkt mij handig voor dit gesprek als we beginnen met een aantal historische onderwerpen en dan geleidelijkerwijs gaan naar het meer actuele voordat we het openen voor de zaal. Dus bereid uw vragen in alle stilte vooral voor. Binnenkort mag u losbarsten. Robin, Hans, wees welkom. Goed. Robin, je noemde twee vragen aan het eind van je voordracht hier. En het leek me, ben ik nog te verstaan? Ja. En het leek me misschien wel aardig om te beginnen bij de eerste vraag, die ik dan zou willen stellen niet aan jou, maar aan Hans.
Want Robin vertelt ons net, en dat lezen we ook in jouw boek, dat de Nederlandse democratie er heel goed in is geweest om allerlei extremen uit het centrum te houden. Nu heb jij een boek geschreven over de afgelopen 100 jaar. Hoe kan het dat dat ons gelukt is? Valt daar iets algemeens over te zeggen? Ja, ik denk eigenlijk van wel. Oh, wacht even. Ik denk van wel. Nederland heeft het voorrecht gehad om een eigenlijk ongelooflijk stabiel land te zijn geweest. Ondanks alle dingen die je erop aan kunt merken en zo. En die er ook regelmatig op aangemerkt worden. Maar als je die hele periode overziet, dan om een voorbeeld te noemen, de jaren 30. Hè, waarin toch internationaal enorm veel gebeurde. Nee, nog één stapje terug, 1918. Hè, toen is er dus een revolutiepoging gedaan, wat toch in Nederland buitengewoon ongewoon was. Door de leider van de Sociaal-Democratische Partij, notabene. Maar ja, die revolutie was eigenlijk binnen een week afgelopen en wist nauwelijks enige massasteun te mobiliseren. Er was een deel van de eigen partij, Sociaal-Democratische Arbeiderspartij toen, dat wel naar de bijeenkomsten kwam, et cetera. Maar zodra het op actie aankwam, dan kwamen ze gewoon helemaal niet. In Amsterdam was het, zeg maar, de aanhang van deze revolutie was iets linkser. De Communistische Partij speelde daar ook een rol in. Maar ook daar was eigenlijk geruchtmakende tour onder leiding van Henriette Roland-Holst langs de kazernes in Oost. Eindigend op het Beursplein, waar vervolgens werd opgeroepen allen te verzamelen de volgende dag op het, op Damrak. Nee, er kwam helemaal niemand. Dus de basis daarvoor, die was zelfs op dat moment, terwijl Troelstra echt wel zijn aanhang enigszins kende, die was dus totaal niet aanwezig. Als je dan naar de jaren 30 gaat, dan moet je eigenlijk constateren dat wat toen de zuilen waren, de protestantse zuil, de katholieke zuil, de sociaal-democratische zuil en de liberale richting, wordt vaak niet als een zuil beschouwd, maar dat is eigenlijk bijzaak in dit geval. Die waren eigenlijk zo krachtig dat de NSB ten opzichte daarvan altijd een soort bijverschijnsel gebleven is. Ondanks het feit dat er natuurlijk flink wat lawaai gemaakt werd, et cetera. En men zich er heel vreselijk aan stoorde, respectievelijk zich erbij aansloot. Maar de kern van de samenleving was eigenlijk ongelooflijk stabiel en niet voor wijziging vatbaar, zou je haast kunnen zeggen. Want als ik deze twee voorbeelden zo hoor, dan klinkt het alsof het niet de verdiensten zijn van onze democratische instituten dat de extremisten niet opkwamen. Of hoor ik dat verkeerd? Nou, dat voor een groot deel klopt dat wel. Met tien verstanden, dat wat ik eigenlijk toch wel een opmerkelijke ontdekking vond, niet origineel hoor, maar voor mij dan, dat was dat Colijn, de toch vrij verguisde minister-president in de jaren 30, dat hij eigenlijk al heel snel begonnen is met een heel aantal wetten in te voeren die tegen het extremisme gericht waren. Dus, maar ik zou niet willen beweren dat dat de hoofdreden is geweest voor het mislukken. Nou, dan kijk ik naar mijn linkerzijde. Herken je deze diagnose? Ja, nee, ik zeker wat Hans zegt, met name de verzuiling heeft een hele grote rol gespeeld. Wat Hans zegt over het optreden van de regering tegen het opkomen van het fascisme. Onder invloed van wat in Duitsland gebeurt, nam de regering al begin 33 maatregelen. Militairen mochten geen lid worden van fascistische weerorganisaties, fascistische partijen. Er kwam een ambtenarenverbod, een uniformverbod. Dus daar waren ze heel actief in. Ik denk wat ook een grote rol heeft gespeeld, het jaar 1918 viel al, dat Nederland buiten de Eerste Wereldoorlog is gebleven. En daardoor niet die grote, in mindere mate die grote economische en psychische ontreddering kende die andere landen wel hadden.
Er bestond ook geen gefrustreerd nationalisme ten gevolge van gebiedsverlies of een verloren oorlog. En je had hier niet een reservoir aan ontwortelde ex-frontsoldaten, die natuurlijk in Italië en Duitsland reservoir vormden voor fascistische organisaties. Dus het is aansluitend op Hans, het is een soort samen. Het zijn verschillende factoren. En het is niet altijd de hoofdverdienste van de democratie. Democratische instituties aan zich geweest. Nee. Maar aan onze gemoedelijke volksart. Uiteraard. Oké. Over 1918 gesproken, wanneer we in Nederland voor het eerst de Tweede Kamerverkiezing hebben. Weliswaar alleen mannen die mogen stemmen. Dat noemde je heel even in je praatje. En je vertelde, wat we weten, dat de sociaaldemocraten heel lang van alles hebben gedaan, hemel en aarde hebben bewogen om dat kiesrecht voor elkaar te boksen. Maar vervolgens, als die verkiezingen dan eenmaal plaatsvinden, dan gaan de christendemocraten er met de buit vandoor. Dat noemde je even. En je zei dat er daar volgens jou nog steeds allemaal lessen in verpakt liggen voor ons vandaag. Toen ik dat hoorde, vroeg ik me af, welke lessen zijn dat dan zo? Nou, ik bedoelde daar eigenlijk vooral mee conclusies die je kunt trekken uit de discussie over wat tussen de voor- en de tegenstander, zeg maar. Wat ik daarnet ook aanstipte, dat er de tegenstanders, die waren er tegen, voor een deel omdat ze daar belangen bij hadden, natuurlijk. Er was bijvoorbeeld ook een, zeg maar, een kleine liberale stroming die er tegen was, omdat zij gewoon geen inmenging wilden in hun eigen economische vrijheid, zeg maar. Hè? En nou ja, de vrees dat de arbeidersklasse die zich daarmee zou gaan bemoeien, was natuurlijk niet ten onrechte. Maar wat de tegenstanders ook hadden, dat was een, zeg maar, een algemene. Ze keken gewoon neer op de kiezer, zeg maar. Dat is eigenlijk wat ik wilde aanstappen. En met name dus doordat ze totaal perplex stonden op het moment dat de kiezers dus inderdaad naar hun geloof gingen stemmen. En dat geeft trouwens ook een link met het extremisme, want daar heb je ook heel sterk, zowel bij de rechterkant als bij de linkerkant, dat de aantrekkingskracht daarvan vaak lag niet in, bij wijze van spreken, hogere lonen, lagere prijzen, zeg maar. Hè? Wat affiche wat ook in het boek staat van de CPN. Maar de toekomstverwachting die eraan te grondslag lag. Men wilde op bedaagde wijze naar verhoudingen dan in Nederland. Maar toch, men wilde wel een geloof in de toekomst hebben. En niet alleen maar een handeltje in prijzen en lonen en zo. Ja. Herken je dit beeld van dat de klasseidentiteit in die zin niet sterker werd dan de religieuze identiteit? Nee, dat klopt, maar dat wijzen inderdaad de verkiezingsuitslagen ook uit. Wat ik net wel aardig vond, wat Hans zei, bij extremistische groepen, dat grote ideaal vaak, waaruit een groot deel van de aantrekkingskracht kan worden verklaard, ja, dat herken ik wel. Dat wij met ons onderzoek begonnen naar de NSB. Ja, toen was de consensus eigenlijk ook van, ja, het bestond vooral uit verongelijkte kleinburgers die bang waren voor het marxisme. En dat was ook voor een deel. Maar als je goed kijkt, zie je ook dat er in de ideologie bepaalde idealen worden aangehangen of verkondigd. Soms vrij grootse idealen over een nieuwe samenleving, klasoverstijgend, nieuwe mens, waarvan toch een behoorlijke aantrekkingskracht uitging op een bepaalde groep. En anders is het ook moeilijk te verklaren waarom hangen mensen zo'n stroming aan, terwijl ze maatschappelijk daardoor gemarginaliseerd worden. Een soort sociale paria. We zien mensen die raken hun baan kwijt, hun kennissen. Waarom blijf je dan toch
geloven in zo'n partij. Ja, omdat het kennelijk dat soort idealen verkondigt die voor jou een hele mobiliserende werking hebben. Ja, en nu gaan we heel rap een overstap maken naar meer actuele zaken. Want als je dit zo zegt, dan doet het me toch denken aan allerlei analyses en observaties die we hebben gemaakt tijdens of na de laatste Tweede Kamerverkiezingen hier in Nederland. Waarin klasseidentiteit een hele lastige en slechte proxy leidt om kiezersgedrag te voorspellen. Herken jij daar een soort gelijkvormigheid in met een eeuw geleden? Even nadenken. Een bepaalde gelijkvormigheid. Nou, het is ook wel goed om grote verschillen in acht te nemen. Want waar toen natuurlijk door de verzuiling politieke bestel redelijk stabiel was. Er was ongeveer een politieke ruimte van 10%. Hè, waarbinnen nieuwkomers konden opereren. En de NSB haalde 7,9 1935. Dus dat is bijna het maximale. Voor de rest waren twee zetels winst of verschil. Dat gold bijna als een aardbeving in Nederland. Er waren toen 100 zetels. Wat dat betreft zie je nu dat die politieke verschuivingen zijn eigenlijk bij elke verkiezing aan de orde van de dag. We hadden Pim Fortuyn, we hadden toen Baudet bij de Provinciale Statenverkiezingen, die opeens de grootste partij werd, en we hebben nu de PVV. Dus wat dat betreft hebben we ook een andere tijd, waarbij die mobiliteit van de kiezers veel groter is. Of kiezen zich voornamelijk laten leiden door een soort klassebewustzijn of niet. Uit recente onderzoek is ook gebleken dat voor de meeste kiezers, zover ik weet, die op de PVV stemden, dat het migratie toch het belangrijkste punt was. Ja, oké. Dankjewel. Hans, ik wil ook met jou meer naar onze tijd toe. Want alle Maoïsten en krakenbewegingen ten spijt heb ik in je boek geleerd. Dus zijn we er lang in geslaagd om extremistische bewegingen buiten het centrum van onze politiek te houden. En dat is nu aan het veranderen. En ik ben ontzettend nieuwsgierig en ik denk niet dat ik de enige ben hier. Nadat je dit boek hebt geschreven en de verkiezingen, het gaat tot 2019, en de afgelopen verkiezingen in het achterhoofd. Hoe komt het dat er plots zoiets verschoven is? Hoe kan het dat de geschiedenis die je vertelt afgelopen jaar november plots is opgehouden? Ja, dat is inderdaad een soort aardschok geweest, denk ik. Hè. Zo is het toch door velen ervaren, en dat is ook gewoon cijfermatig, is het gewoon zeg maar een meetbaar feit. Hè. Wat ik er wel aan toe wil voegen, dat is dat er je hebt natuurlijk inderdaad het migratieonderwerp, dat staat heel centraal in die discussie. En ik heb daar net ook al iets over proberen te zeggen. Dat is niet iets wat ineens ontstaan is of zo. Mijn overtuiging is dat het eigenlijk dan toch eventjes een zijpad naar mijn eigen geschiedenis. In 1972, toen de rellen in de Afrikanenbuurt waren, toen verkochten wij daar als linkse krantjesverkopers op de Afrikanenmarkt de Rode Tribune. Later heb ik er ook nog eens een keer op, regelmatig op zaterdagmiddag op de markt gestaan met een ander Maoïstisch krantje. De Rode Morgen. wat je daar, en dan hebben we het dus echt over een halve eeuw geleden. Wat je daar altijd meemaakte, dat was, want wij voerden eigenlijk zelf de sociaal-economische koers. Het ging eigenlijk over althans, zeg maar, als het niet op de universiteit was of op dat soort specifieke plekken, dan ging het eigenlijk bijna altijd over de vakbondsstrijd, de looneisen en zekere arbeidsomstandigheden en dat soort dingen. En dan stuit je er toch wel verdomd vaak op
dat na 5 minuten over de loonsverhogingen te praten, dat mensen zeiden van ja, maar hoe zit het met de buitenlanders? He, dat was toen de gangbare terminologie. En daar was zeg maar een vrij concrete aanleiding toe. Want die Afrikanenbuurt, of wijk, die is in ruim 10 jaar heel sterk van samenstelling veranderd. Wat onvermijdelijk, dat is volgens mij gewoon altijd zo, leidt tot dat structuren uit elkaar vallen, et cetera, et cetera. Mijn overtuiging is dus dat het migratieonderwerp, hoe je er verder ook over denkt en hoe je er mee om moet gaan, maar dat het al sinds die tijd bestaat. En in die zin is het dus wel door een paar concrete omstandigheden, de houding van de VVD vlak voor de verkiezingen, et cetera, is die situatie zich nu zo gaan ontwikkelen. Dat denk ik wel, dat er echt specifieke oorzaken waren nu. Maar de achtergrond ervan, die is al heel lang. En ik denk dat dat toch ook wel in de beschouwing betrokken moet worden. Ja, ja. Oké. Okay. Voordat we het gaan openen voor het publiek, en een beetje hierop aansluitend, moest ik ook even denken aan iets wat je net noemde. Namelijk dat willen we een krachtig centrum in onze democratie in leven houden, dan zullen we op een manier, en ik parafraseer hier, zullen we de PVV-kiezer moeten leren aanspreken en ietsjes naar links moeten leren trekken. Nou goed, je bent niet de enige die dit voorstelt, uiteraard. We zijn naarstig op zoek, of althans, links Nederland is op zoek naar een nieuw links verhaal. En de vraag die ik eigenlijk wil stellen is een hele algemene, dat weet ik, maar dat mag ook op een avond als deze, hoop ik. Hoe doen we dat dan? Hoe dient links Nederland dan die PVV-kiezer die je net noemde aan te spreken? Hoe ziet dat eruit? Hoe werkt dat? Ik heb eigenlijk niet zozeer de gedachte dat het gaat om een nieuw links verhaal. Dat op zichzelf is dat natuurlijk voor links zeker een grote vraag. Maar eigenlijk is mijn insteek is een andere. Namelijk dat er... we hebben het nu over de nu bestaande situatie. Dat er een compromis wordt gecreëerd in die zin dat dat er een regering ontstaat waar die een brede aanhang heeft buiten de PVV. En dan is vervolgens de vraag, en dat is natuurlijk een hele lastige vraag om even te beantwoorden. Hoe doe je dat? Maar ik denk wel dat het streven zou moeten zijn om daarop aan te sturen. Mag ik daarop reageren? Nou, niet zozeer op Hans, maar op de opmerking die jij maakte. Is het juist ook niet meer zaak dat partijen van het midden en links veel offensiever optreden? Ik bedoel, veel duidelijker zeggen waar het op staat. Er zijn twee partijen die zitten in het Tweede Kamer. Eén is groot, de andere is vrij klein, PVV en Forum. Er zijn twee partijen die in meerdere of mindere mate pro-Poetin zijn, omvolkingstheorie verkondigen en voortdurende democratische rechtsstaat ondermijnen. Ik vind dat daar eigenlijk wel eens veel harder op kan worden ingegaan. Weet je, links het midden laat zich voortdurend in een hoek drukken. Ja. Terwijl ik denk dat er genoeg minutie is om juist stelling te nemen. Laten maar goed, we persoonlijke over mening. Ja, oké. Okay. Nou, laten we het dan maar over je munitie hebben. Ik denk dat dit soort vragen ook wel onder het publiek zullen leven. We hebben 1 microfoon nodig daar, dus ik vrees dat jullie een microfoon zullen moeten gaan delen. Hoi, dankjewel. En ik zal er even bij gaan staan, zodat ik u allemaal goed kan zien. We hebben het met enorme sprongen, dat weten wij, gehad over een eeuw aan democratie in Nederland. En zoals ik al eerder noemde, zag ik al dat er allemaal exemplaren van Hans' boek hier liggen. En dat doet me vermoeden dat er vragen zijn. Ik zag 1 vinger daar voorzichtig omhoog gaan. Laten we bij die meneer beginnen. Ja, u zei ook om met de chronologie te beginnen. Dus daarom wil ik een vraag stellen over 1918.
U stelt dat Troelstra tot die extreme groep behoort. Ik heb nog een wat andere benadering. David Wijnkoop en Vliegen zouden zich in hun graf omdraaien als ze zouden lezen dat u Troelstra tot de extremistische groep zou betitelen. Dat doe ik ook niet, hoor. Nee, maar u zei... Probeerde de macht te grijpen. Daar kun je natuurlijk al heel veel over opmerken of dat wel zo is. Of het niet in een vlaag van grote emotie en verstandsverbijstering heeft gecreëerd. Maar ik wil nog iets anders opmerken. Troelstra speelt in de SDAP, neemt een middenpositie in. Weliswaar in een linker deel van de middengroep. Hij is het die in 1894... al duidelijk voor min of meer voor de parlementaire democratie kiest door de SDB te verlaten. Hij is het die in 1909 de voorlopers van de communisten uit de partij verwijdert. En hij is eigenlijk, hij heeft natuurlijk geen positie meer in 1925, maar hij heeft zich heel duidelijk uitgelaten in 1918... over de aard van het bolsjewisme. Dus toen ik heb het even snel doorgelezen, ik ga het precies lezen. Toen ik las dat hij in die reeks is, toen dacht ik, ja, daar wil ik toch een ander geluid laten horen. Het enige werkelijk linkse element bij Troelstra is dat wel hij in de jaren 20 probeert een alternatieve staatstheorie en alternatieve economische opvattingen naar voren te brengen. U begrijpt wat mijn bemerkingen zijn. Ja. Begrijp je dit, Hans? Ja, het ene sluit het andere mijn inziens niet uit. Want wat u zegt, dat is allemaal dat klopt. En dat wil ik ook absoluut niet tegenspreken. Alleen of het nou emotie was of iets anders. Maar er is dus echt een feitelijke poging tot een staatsgreep. Hè? Je kunt zeggen van nou, het was een vergissing. Maar als je leest wat Troelstra in de Tweede Kamer gezegd heeft, dan was dat wij nemen hierbij de macht over. En dan is dat een revolutiepoging. En al was die bij voorbaat al natuurlijk gedoemd te mislukken, dat ben ik helemaal mee eens. En bovendien was die bijna karakteristiek voor Troelstra zelf. Dat denk ik ook wel dat dat klopt. Maar dat moment, daarin heeft hij zich enorm gegaloppeerd. En ik vind toch niet dat je het anders kan interpreteren dan dat hij op vreemde wijze misschien. Maar dat hij gewoon in de Tweede Kamer de revolutie heeft uitgeroepen. Dat kun je lezen in de handelingen. Wat dan weer heel burgerlijk is natuurlijk, dat het daar staat. Maar nee, want ik trek er geen algemene conclusie over Troelstra uit. Ik trek er alleen een conclusie over dat moment uit. Kun je dat wel doen? Oké, ik denk dat we het resterende deel van deze discussie voor de borrel bewaren. Zijn er nog meer vragen? En ik weet zeker dat er nog tenminste één vraag in jullie zit. Die mevrouw bij de pilaar. En dan zie ik dat er achterin nog een meneer zit. Komen we later bij u. Ja, ik vroeg me af, als we nou meer referenda gaan houden in Nederland, zou je dan dat extremisme tegen kunnen houden? Ja, ik denk van niet. Er is natuurlijk ook de opvatting dat juist de extremiteiten aanwakkert. Hè? Ik denk dat daar best wel wat voor te zeggen is. Maar ook als dat niet zo zou zijn, dan denk ik niet dat op zichzelf. Ik zou niet weten hoe eigenlijk, waarom dat zo zou zijn. Op aansluitend, Hans? Ik denk dat het hoeft niet, maar het kan bij uitstuk zijn een instrument voor rechtspopulisten om de werking van de parlementaire democratie te ontregelen. Of politieke besluitvorming, zoals we hebben gezien bij het referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne.
waarbij bepaalde pro-Russische opvattingen bij Baudet grote rol speelden. En bij andere, vooral anti-EU-opvattingen, er helemaal niet zozeer om het verdrag ging. Dus ja, ik denk dat het een. Het heeft iets. Voor het functioneren van een parlementaire democratie heeft het iets links gevaarlijks in zich. En bovendien kun je ook nog afvragen: is het zo zinvol? Wij hebben een representatieve democratie, we kiezen vertegenwoordigers. Maar in het geval van internationale verdragen of andere gaan er vaak jaren voorbereidingen aan vooraf, waar allerlei overwegingen worden meegenomen. En dan leg je het op een bepaald moment voor aan de willekeur van de kiezer. Ik vrees dat het niet erg verstandig is voor continuïteit van beleid. Maar... Oké. Nieuwe vragen hebben zich gemeld en nog een nieuwe. Dus we gaan snel door. Twee rijen achter mevrouw. Hans, die begon met extremisme te definiëren als een groep of een stroming die de parlementaire democratie omver wil werpen. Met een rand eraan die dat gewelddadig wil doen. Alleen in de discussie hoor ik de hele tijd extremisme in een hele bredere zin terugkomen. Want als we bijvoorbeeld de PVV bekijken, die werkt al sinds de oprichting in een parlementaire setting. Die gaat daar niet buiten. Die heeft niet tot doel om de bestaande samenleving tot, omver te werpen. Dus hier wordt... hier wordt op twee sporen worden de zaken door elkaar gehaald. En in de tweede plaats, dat leegzuigen van de PVV... Ja, dat is typisch een... Wat het wanhopige links zou willen doen. Maar men kiest PVV ook vooral door de persoon van Wilders. Dus dat is een complete illusie. Okay. Dat zijn mijn twee punten. Hans. Even kijken wat het eerste betreft. Ik heb in mijn boek een vrij, omtrekkende tekst staan over de vraag of de PVV al of niet extremistisch is. Dus, zoals ik aan het begin al zei, ik heb zelfs in mijn praatje volgens mij de term extremisme niet meer dan 1 of 2 keer gebruikt. En dan geloof ik alleen nog maar ten aanzien van de linkervleugel van de kraakbeweging. Je kunt er lang en breed over praten. Ik vind het in ieder geval het streven om vrijheid van godsdienst af te schaffen, vind ik eigenlijk toch al een zeer vergaande mate van ondermijnen van het democratische bestel. Dat is het één. Maar het tweede is, ik had het niet over links wat de PVV moet leegzuigen. Daar maak ik me ook geen illusies over op die manier. Maar wat ik wel vind, dat is dat het midden meer van zich moet laten horen in die zin. En ook inderdaad de kiezers van de PVV zou moeten proberen aan te spreken. En niet alleen dat, maar er is met name een hele grote tussengroep van mensen die, ik noem maar eens een persoon te noemen in dit geval. Ik zie Pieter Omtzigt echt niet in een kabinet waar het PVV in zit stappen. Hoezeer er nu tactisch wordt gemanoeuvreerd en dan dit en nou proberen we dat, et cetera. Het lijkt mij nog steeds zeer onwaarschijnlijk. En in die zin denk ik dat er dus heel veel mensen zijn, zowel binnen als buiten, alleen al de partij van Pieter Omtzigt. Maar ook in andere partijen. Een heel groot deel van de VVD wil ook geen regering samen met de PVV. En dus dat is wat ik dan samenvat als de tussengroep die eigenlijk in al deze, in dit soort situaties, denk ik, kunt vinden. Goed,
Dank. Ik zag één vraag vooraan, één vraag achteraan, één vraag aan mijn linkerhand. Laten we het in die volgorde doen. De meneer met de witte trui en de bril. Oh. Ja, dankjewel. Ik vond het zo aardig toen de reactie kwam op de vorige opmerking met betrekking tot het referendum. Dat toen bijna meneer Ter Sla overeind schoot van dat moeten we maar niet doen. Want dan komt het volk aan de macht. Of heb ik dat niet goed begrepen? Dan zie ik weer terug naar de geschiedenis in 2018. Dat het algemeen kiesrecht, volgens sommigen toch, die toen vooral de elite vormde, de nagel aan een dooskist zou zijn. Want dan zouden de arbeiders de macht krijgen. Want die zijn nou eenmaal in een veel groter getal. Ja, ik heb een beetje moeite in de hele discussie. De PVV gaat hier een enorme rol spelen. Waar ja, heel veel mensen kennelijk op gestemd hebben. En ze hebben ook achterhaald waarom. Nou, ze vinden dat er te veel migranten in het land komen. Nou, daar kun je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Dat, wat is veel en wat is vol? En hoeveel huizen kun je bouwen? Enzovoort enzovoort. Maar dat is dan een signaal wat men afgeeft. En dat zie ik eigenlijk bij heel veel partijen terug. Want ik heb geen één partij in de verkiezingscampagne zitten. We moeten een brug over de Middellandse Zee bouwen. Want die anderhalf miljoen Afrikanen die moeten naar Nederland komen. Iedereen is toch een zekere mate beperking van migratie. Heb ik het idee. Ja, nogmaals, ik ben een krantenlezer en verder weet ik, heb ik geen ideologie. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Is dat nou zo extremisme of is het nou... Als je als burger een mening toe bent gedragen op het gebied van migratie... dan is het nu helder. Dan moet je een beetje op de PVV stemmen, los van een andere standpunten. Want dan die afficheren dat met name. Terwijl in feite alle andere partijen het ook doen. Ja. Punt van de migratie of referendum? U zegt van even de referendum, want dan klinkt het alsof het volk aan de macht komt. Nee, dat komt er niet. Je hebt een representatief stelsel waarbij het volk kiest. En die kiest op vertegenwoordigers en die nemen besluiten, laat zich adviseren door deskundigen. Dus dat is een heel zorgvuldig traject. En het gaat er niet om dat PVV het heeft voorgesteld, in mijn geval. Het was vroeger een van de kroonjuwelen van D66. Toen vond ik het al net zo'n slecht idee. Dus sowieso heb ik niet zoveel op met basisdemocratie. Misschien is dat wel angst voor het volk, ja. Nee, ik denk dat het verstandig is als niet een massa op één moment kan beslissen... we doen dit wel of niet. Zonder dat er allerlei overwegingen in worden meegenomen, ja. Oké. Ik heb er nog een hele kleine toevoeging aan. Volgens mij is het... op dit moment is de discussie over kwesties als referendum... die zijn heel sterk geïntegreerd geraakt in de discussie over populisme... Maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Er zijn landen waar sinds jaar en dag referenda worden gehouden... zonder dat dat in populisme ontaart. Ik denk niet dat je er op zo'n eenduidige manier over kan spreken. Het hangt heel erg af van de traditie van een land, om maar eens wat te noemen. En hoe de burgers zich daarin positioneren, et cetera. Zonder nou hier te vinden dat er referenda moeten komen of juist niet. Maar ik denk wel dat er heel vanuit totaal verschillende invalshoeken naar gekeken kan worden. Zonder dat dat per se een aspect van het populisme hoeft te zijn. Oké. Het was vroeger daarvoor nog een aspect van extreem links. Als je bekijkt naar Marxisme, Commune van Parijs, dan wordt juist de directe vertegenwoordiger... Directe vertegenwoordiging, vertegenwoordigers moeten op elk moment afzetbaar zijn. Je vindt het terug in het anarchisme. Ik denk dat in praktijk tot een volstrekt bestuur leidt wat instabiel is. Maar goed, het idee is dus niet specifiek voorbehouden aan rechts. Dat kwam ook voor bij D66 in nog extremere varianten bij anarchisten en aan radicommunisten. Kleine aanvulling. Oké. Tenzij Hans hier iets aan wil toevoegen... dan gaan we in de resterende 5 minuten naar de laatste 2 vragen. En misschien wel een derde, als we er tijd voor hebben. Ik heb u geregistreerd. We gaan achteraan beginnen in de witte trui.
Ja, even een hele algemene vraag. Ik ben benieuwd hoe onderwijs hier een rol in speelt en of kan spelen. Als het gaat om extremistische gedachten bestrijden. Een mooie vraag, Hans. Niet in de laatste plaats omdat je de extremist duidt in een soort menukaart aan, nou ja, karaktersoorten zou je het kunnen zeggen. Nou, onderwijs heeft, hopen we, een karaktervormend potentiaal. Hoe kijk je naar deze vraag? Nou, ja, ik vind het een heel erg moeilijke vraag eigenlijk. Omdat vooral hoe je dat concreet vorm moet krijgen, er worden wel pogingen toe gedaan. Dus eigenlijk ben ik niet de meest aangewezen persoon om daar wat over te zeggen. Maar ik vind het eigenlijk een heel moeilijk probleem. Omdat wat je eigenlijk naar mijn mening dan zou moeten leren aan, laten we even zeggen, het onderwijs, laten we even zeggen, lagere middelbare school of zoiets. Of de, nou ja, basisschool dus. Dat is dat mensen zelf leren nadenken. Dus het, zou het onderwijssysteem zou daar in eerste instantie op moeten worden gericht. En ik denk op het moment dat je zeg maar, gaat onderwijzen van nou dat is fout en dat is goed, et cetera. Los van dat ik in ieder geval uit mijn jeugdtijd me kan herinneren dat als een leraar dat zei dat het dan in ieder geval niet waar was. Maar zelfs los daarvan, ik vraag me af of dat beklijft, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. Ik heel, als je heel snel wat op. Ik denk wel dat het van belang is dat je de meest elementaire kennis van geschiedenis en staatsinrichting bijbrengt. Wat nu vaak ook ontbreekt. En om dan het even naar het heden te trekken, waarom nu dan voor brede verontwaardiging bestaat. Omdat Wilders premier zou moeten worden, want hij is leider van de grootste partij. Wat natuurlijk helemaal niet zo werkt in Nederland. Colijn was in de jaren 30 minister-president van meerdere kabinetten, terwijl hij niet de leider was van een grote partij. Maar je merkt ook, weet je, naar mijn idee wordt er in het onderwijs, middelbaar onderwijs, veel te weinig aandacht besteed aan geschiedenis, staatsinrichting. En dat hoeft niet misschien een bepaalde richting op te gaan, maar de meeste elementaire kennis moet wel worden bijgebracht, denk ik. En dat ontbreekt vaak. De meneer bij de Pilaar, u stak uw hand op. Ja. Ja, dankjewel. In hoeverre zou je de PVV nog een protestpartij kunnen noemen? Want in de jaren 30 werd gezien de NSB als een protestpartij. Veel mensen stemden op omdat de economie een stuk minder ging. Zou je de PVV nu nog steeds een protestpartij kunnen noemen? Of zeg je van nee, dat kan niet. Ze zijn al zo groot geworden, er zit veel meer achter. Ik ben geneigd om eigenlijk bij elke partij te denken dat het protestelement alleen maar een deel is van wat het representeert. Dus er zit altijd wel een bij alle extreme partijen, partijen aan de rand van het politieke spectrum, om het even zo te zeggen. Daar speelt altijd een element bij van wat mensen, kiezers, die willen gewoon laten merken dat ze er zijn en dat het nou eens een keer afgelopen moet zijn of anders moet. Dus in die zin hebben al zulke partijen een protestkant. Maar ik denk toch dat je ook bij de PVV ervan uit moet gaan dat het feit dat de standpunten die de PVT vertegenwoordigt, en dan niet eens in de zin van moet de Koran verboden worden. Ik betwijfel of zelfs de meeste PVV-stemmers vinden dat dat Koran verboden moet worden. Maar wel de richting zeg maar, die daarin tot uitdrukking wordt gebracht in het programma van de PVV. Ik denk dat mensen daar wel degelijk op stemmen. Dus in die zin is het dan geen proteststem, maar het is toch een soort steun aan het programma van de PVV. Wat bovendien eigenlijk over het algemeen ook heel kort en overzichtelijk is, zodat mensen die niet gewend zijn om boeken van 60 pagina's te lezen, zich daar ook over kunnen informeren. Ja, misschien trouwens ook nog iets voor andere partijen.
Nou, ik dacht dat het niet zou lukken, maar we gaan het hele volk kunnen laten spreken, want ook de laatste vraagsteller hebben we nu tijd voor. Ik ga u wel vragen om het bondig te houden. Mijn ouders stemden vroeger anti-revolutionaire partij om te voorkomen dat Wilders aan de macht zou komen. En ik hoor heel veel van PVV-kiezers, ik zie een besluiteloze Den Haag, dus het moet anders. Groningen gas, belastingen, hoe heet het, toeslagenaffaire. Allemaal, het beeld is dat Den Haag zo besluiteloos is, geen macht meer heeft. En in de doctrine van de andere revolutionaire partij was de gedachte, je moet heel goed luisteren naar die samenleving, ook naar de extremen, om verstandig beleid in gang te zetten. Daardoor deed de ARP ook mee aan het Joop Den Uyl, kabinet Den Uyl. En kort en bondig? Of... Ja, alleen een vraag ontbreekt. Ja, nee, de anti-revolutionaire... Luistert Den Haag nog naar... Want ze hebben ook vaak over de Haagse kaastolp. Heeft Den Haag nog contact met het Nederlandse volk? Ja, okay. Over de ARP, dat was de toenmalige... Maar dat was de gereformeerde partij, zeg maar, die nu opgegaan is in het CDA. Hè. De ARP... Daar waren ze tegen. Maar het interessante van de ARP is al vaak geweest dat ze bepaalde linkse standpunten steunden. Terwijl ze eigenlijk toch historisch als een hele rechtse partij te boek zouden hebben kunnen staan. Maar dat staat even los eigenlijk van of Den Haag nog wel functioneert en de mensen dat toch kunnen volgen. Okay, of ja, Den Haag functioneert, dat is, gaan dat is, we... Ja, ik zal er 3 zinnen over zeggen. Ja. Nou, volgens mij is die vraag is gewoon heel terecht, vind ik. En als je het over protestpartijen hebt, dan is op dat punt denk ik wel een van de protestelementen aan een stem op de PVV, is juist dat. Alleen ik... Ik denk zelf niet dat de PVV daar veel verandering in kan aanbrengen. En dat het te maken heeft met een heel structureel probleem van de samenleving. Dat alles enorm getechnocratiseerd is. Je kunt niet eens zeggen wordt, maar het gebeurt. En dat is ongelooflijk moeilijk te beheersen. Dat is mijn visie erop. Er wordt redelijk tevreden geknikt, lijkt. En met dat geknik gaan we ook dit gesprek beëindigen. Ik wil u hartelijk danken dat u bent gekomen vanavond. En iedereen thuis die meekijkt, dank voor het kijken. Er is een borrel. Blijf vooral hangen als je daar zin in heeft. En laten we vooral nog 1 laatste applaus aan Hans en Robin bij.